Goedemorgen, daar zijn we weer. De speeltuin is geopend. We gaan weer genieten vandaag. Lekker zoeken naar oude vondsten. Vorige week was het natuurlijk veelbelovend, ja, zoals jullie hebben kunnen zien. Ja, ja, er kwamen leuke knopen, spoorwegenknoop, uniformsknoop, dus, wie weet oude loodgewichten en noem maar op. Dus ja. Het is een goed land en we gaan weer lekker beginnen. Yes! Ja. Let's go! Nou, dit keer is mijn eerste vondst geen mooi vingerhoedje, maar een stuk troep. We nemen het mee, lekker netjes opruimen en dan gaan we door naar de volgende. Ja, wat zal dit nou zijn? Ik heb werkelijk geen idee, maar je weet het nooit. Vorige week kwamen we ook voor verrassingen te staan. Misschien is het niks, maar misschien is het wel iets heel interessants. Ik kan het nog niet thuisbrengen. Maar hij gaat mee. Yes. Piet. Ja. Nou, hij breekt af. Ja, dat is vervelend. Helaas. Dat is jammer. Ik heb het stukje nog wel. Mm-hmm. Ja, wat is het? Wat jij zegt, een kloksleutel. Als ik het zo op het eerste gezicht zie, dan doet mij dat vermoeden dat dat een kloksleutel is. Alleen hier zou er dan een opening moeten zijn. Ja, maar er zit gewoon een beetje aarde in, denk ik. Ja, ja. Het is dicht gegroeid. Even kijken, ja. Ja, maar alleen geen details, hè. Je zou zeggen, als het een beetje oud is, dat er nog een beetje... Dit is nog wel van Sierson natuurlijk. Ja. Dat zat er zo op. Mhm. Nou, ja. Draai het klokje maar aan. Ja. Leg dat stukje er nou eens bij mij op mijn hand, zo. Dan moet ik even kijken of er nog meer afgebroken, maar hoe zat hij nou? Ik denk, zo ja. Oh ja, ja. Dus zo, ja, door de bagger is het een beetje moeilijk te zien weer, wederom. Maar het lijkt alsof hij dan hier toch ook een stukje mist aan deze zijde. Ja, dan zou er wel afgebroken. Dus dan is hij toch al... Maar ja, het is wel inderdaad... Het is weer een goed stukje. We komen weer in de richting van de goede vondsten. Ja. Ja. Een 13 VDI. We gaan kijken. Ik ben reuze benieuwd. Hey, wat is dit? Zit er nog meer in de kluit? Hier niks, hier niks. Nee, dit is het wel. Komt wel als een mooie toon binnen. Maar, ik weet nog niet echt. Er zit een soort sleufje in. Nou ja, hij gaat mee. Nou, Ben zei net al dat hij heel veel aardewerk daar tegenkomt. Hij is daar zo. En ik heb hier een knoopje. Maar, als ik zo kijk aan de achterkant... Is dit een steelknoopje geweest? En dat duidt erop dat het toch een oud knoopje is. Ik weet niet of er nog wat op staat. Maar het wordt interessanter. Vind ik leuk. Ja. We hebben weer iets van lood, een voorwerpje. Maar kijk eens. De bijvondsten. Ja, dit zijn leuke dingen ook. Dan weet je dat het goed gaat. Als je dit in de grond tegenkomt. Kijk, er staat een soort motiefje. Een bloemetje of zo. Ja, dit is wel oud, een oud tegeltje geweest. Leuk. Yes. Eventjes een hapje eten dan, Ben. Ja. Kijk, deze had ik net nog niet in beeld gebracht. Een leuk zakmesje. Die gaan we eens eventjes schoonmaken. Ja, het is gewoon een boerenzakmesje, dit. Maar het is wel grappig. Die is de boer, denk ik, verloren een keertje. Maar toch ook, ligt er toch ook wel een tijdje al, hoor. Hij ligt er al een tijdje. Boerenzakmes. Nou, het is wel lekker dat we even bij de auto een stop maken. Dan kunnen we weer een beetje de vondstentas sorteren. Kijk, zie je het? Hier had ik nog een zegellood, maar die is kaal. Aardig. Ja, hij lag wel diep ook.
Hij lag diep. Ja, man. Wie zijn dit dan eigenlijk? Wat staat hier nou? Zit ik nog reclame te maken voor twee andere zoekers? Ja, dat kan natuurlijk niet, hè? Nee, nee. Mensen niet naar deze twee kanalen kijken, want er staat natuurlijk helemaal niks, hè? Alleen naar Vink MD kijken. Hebben ze toch zo'n boze... Je bent wel lenig genoeg, Ben. Oh, jij? Oh. Jij bent even de gaten. Zal ik dat liedje anders aanzetten? Hoofd, schouders, knie en teen. Ja, daar is hij. Daar is hij. Komt hem maar. Is hij nog schoon? Ja, dan zit hij onder de modder weer natuurlijk. Nou, even afspoelen dan. Even afspoelen bij het slootje. Oh shit. Nee. Laat hem los. Nee, gek. Goeie joke van jou. Ah. Isis, oh nee. Wat staat daar nou? Zo, hij is wel mooi hoor. Taal. AA. L zoiets. AAL. Je hebt daar een pagina voor. Keurloden en zegelloden. Ja, dan kun je erachter komen waar die van is. Ja, gaan we doen. Ja. Oké. Okay. We gaan weer even spoelen bij de sloot. Want ik heb weer een vingerhoedje. Ik denk weer gewoon eentje van aluminium. Zoals de vorige keer, maar... Even kijken. Ja, precies zo'nzelfde als de vorige keer. Ook weer een vingerhoedje. Aluminium. Wat heb jij, achterkant van een lepel? Ja. Oh ja. Een stukje lepel. Ja. Ja. Tinnen lepel of zo. Hè? Nou, dan kun je je pap niet meer eten. Nee, dat niet. Geval. Of hele kleine mini-hapjes. Kijk, zie je het weer precies zo'nzelfde vingerhoesje als de vorige keer. Dat is een aluminium dingetje. Ja. Hey, is dat dan een teken dat jij weer een vingerhoedje vindt en ik weer een Willem II? Mag het nou een keer andersom zijn? Ja. Gunnetje van harte. Dat ik nou de Riksdaler of zo vind. Ja. Een dikke knoepert. Een dikke knoepert. Wat ben jij nou, Ben? Ik zou het echt niet weten. Het is wel mooi versierd. Dat sowieso. Een stukje ornament. Ja. Of een... Ja, en ik heb deze. Dat is ook iets. Ja, sowieso alweer door de bagger kunnen we het niet gelijk goed zien. Nee. Maar wordt even schoonmaken thuis. Leuk ornamentje heb jij, denk ik. Ja? Ja. Ik denk het ook wel. Nou, toppie. Ja, dit vind ik leuk. Ik schep de kluit om en ik zie gelijk de afdruk al in het gat zitten. En in de kluit zelf. En het is een munt. We gaan kijken. Ja, is dit het? Is dit hem? Hij ligt, nee, dan moet hij daar beneden nog liggen. Kijk, hier. Zie je het? Is dat de afdruk? Ja. Dat is de munt toch? Dit is, nee, dit is de munt inderdaad. Ja, wat is het? Ik denk een leeuwencent. Nee. Ja. Ja? Leeuwencent. Ja, ik zie het aan de cirkel. Wel grappig, ik schepte de kluit om en ik zag meteen de afdruk en de munt liggen. Ja, hoe gaaf is dat? CB. Ja, of CD. Nee, CB hè? CB is het. Ja. Ja. Andere kant, ja, niet meer wat. Ja, wat leuk. Ja, we hebben weer wat leuks. En ik kan nog wel zien dat er iets op staat. Vermoedelijk is het een munt. Ik ga hem toch eventjes voorzichtig afspoelen in de sloot. Maar ook echt heel voorzichtig hoor, want hij ziet er oud uit. En ik wil er ook weer niet te veel aan verpesten. We gaan even kijken. Even een klein beetje het lichte werk hoor.
een klein beetje het lichte werk. Wat is dit, joh? Wat is dit voor een munt? Of is het een penning? Hé, hey, oh! Volgens mij moet die zo. En ik zie er een persoon op staan. Ja, kijk eens eventjes, mensen. Wat is dit, joh? Dat is een persoon, hoor. Wat staat hier aan deze kant? Penning. Penning. 1762. Ja, volgens mij wel. 1762. Penning. 1762. Oh, deze is bijzonder, hoor. Ja. Leuk. Yes. Kijk. Nou kan je het iets beter zien. Ja, Fenning. Ja, ja. Maar je ziet het, hè. Die laagjes aan de zijkant. Dat gaat er al ja, af, hè. Dat gaat er af, ja. Dat is zo oud. Dat is jammer. Dat is vervelend. Dat is echt jammer. Maar daar doe je weinig aan, hè. Ja. Heb jij dat leerbeslag trouwens nog? Kun je dat snel even laten zien nog? Of je die toevallig kan pakken. Dat is een groot ding, dus het moet lukken. Ben had net leerbeslag, alleen de camera stopte er per ongeluk mee. Ik heb hem gelijk. Op een of andere bijzondere manier. Ja, kijk, dit is een vondst van Ben. Het lijkt wel een familieschild, een wapenschild. En het is leerbeslag, want we zien hier de bevestigingspunten. Zo 1, 2, 3, 4. Dus het... Leuk, mooi. Dit is ook een leuke vondst. Zal er misschien nog wel wat op staan? Als je deze schoonmaakt. Die ga ik schoonmaken. Ik weet het niet, hoor. Dat zou maar kunnen, maar de bovenlaag laten we wel vanaf. Maar het zou zomaar kunnen. Maar dit stukje geeft ook weer leuke vondsten vrij. Ja. Ja. We gaan lekker. We gaan erdoor dat het donker wordt. Dit geeft motivatie om door te gaan. Ja. Leuk. Erg blij mee. Nou, Dirk. De allerlaatste dan. Ja, de allerlaatste. Wat zal het zijn? Eerst even dus de spanning opbouwen. Kijk eens naar mijn metaaldetector, joh. Hoe dat eruit ziet. Ja. Hier, pinpointer. Ik kan nog geen eens meer zien waar de knop zit om hem aan te zetten. Ongelooflijk, hè? Maar goed, alles voor de vondst, hè? Ja. Alles voor de geschiedenis. Kijk, de grond valt ook een beetje. Het is een mooie toon. Het is niet een hele hoge VDI, 11-12. Muntje misschien, dun muntje. Hesrol. Wat is het? Ik denk dat het een zegelloot is. Een zegelloodje. Een heel klein zegelloodje, mini mini. Nou, daar hebben we er echt al heel veel van opgegraven, hè, van de zegelloten. In dit land wel, ja. In dit land wel. Ja. Oké, nou ja, dan gaan we er een eind aan breien. Ja, toch? Ja. We hebben leuke vondsten gedaan. Dus, ja, foto's komen nog. Ja, en we hebben nog 5 hectare te gaan hier. Dus, aardig, ja. Komt al goed. Yes. Yes. Ho, ho, ho. Ja, dat was hem. Ons laatste zoekavontuur met de metaaldetector 2020. Zoals jullie zien... Ik ben al helemaal in de kerststemming. Dus de komende tijd gaan we met familie doorbrengen. Gisteren hebben we nog 1,5 uur gezocht. En hebben we toch nog leuke vondsten gedaan. Die komen zo meteen even in beeld. Ja, daarna werd het slecht weer. Dus we moesten het toch echt wel ophouden. Dan werd het te gek. Namens Ben en mij wensen wij jullie fijne dagen. Een prettige jaarwisseling. Hopen we jullie een goede gezondheid terug te zien in januari. Laat je niet gek maken. En tot snel.